Hey Bart Valkenier van MaakIetsMedia.nl. Pimp je smulmenu. Opdracht nummer 3 in Word. Hoe pak je het aan? In deze video laat ik het je te zien. Kijk de hele training op media.nl slash word. Bij de vorige opdracht heb jij je eigen smulmenu bedacht. Hoogste tijd om die nog mooier te maken met plaatjes en meer doen. Kopie, open je smulmenu op opdracht van. Zo, open je smulmenu van opdracht 2. Sla die als kopie op met de naam opdracht 3, smulmenu versie nummer 2. En dan moet je een extra bladzijde toevoegen. En dat wordt zeg maar de voorkant. Dan ga je tekstvakken maken van uh, de titels. Je gaat meer afbeeldingen zoeken. Dus voor elke zoete product of snack gooi je een afbeelding erin. En natuurlijk ook netjes opslaan. Maar niet zomaar opslaan, maar opslaan als een punt PDF. En je kan nog helemaal los met alle extra dingen. En zoals altijd op het eind goed checken of je het allemaal gefixt hebt. Alright, in Word open je dus je smulmenu van opdracht nummer 2. En voordat we ook maar iets gaan doen, gaan we die eerst opslaan als kopie. Je gaat naar bestand. Kopie opslaan. Zet je naar je OneDrive op je cloud of in ieder geval de goede plek waar die uh, hoort en in de goede map. Dus uh, als ik hier even omhoog ga dan heb ik hier mijn OneDrive en heb ik hier uh, ja, in mijn geval dus Talentstad, ICT en dan heb ik hier dus mijn opdracht staan. Zet je maar weet waar zet je het neer in welke map. Zorg ervoor dat je een beetje opgeruimd blijft. En opdracht 3 uh, maken we hiervan. Dus opdracht 3 smul dus moesten we wat de naam moest het geven? Wat had ik bedacht? Opdracht 3, Smulmenu versie 2. Opdracht 3, Smulmenu versie 2. En als een docx, heel erg belangrijk. Klik hier op opslaan en woppetee, we zijn klaar met opslaan. Dan gaan we eens even kijken naar die extra bladzijde. Voeg een extra bladzijde aan het begin toe. Zet op deze bladzijde mijn smulmenu in een tekstvak van precies 15 cm breed. Maak de tekstvak mooi door kleur, rand en andere effecten. En zet een leuk plaatje op de voorkant. Alright, let's go. Nou, als ik hier een uh, nieuwe bladzijde wil toevoegen, moet ik dus niet dit gaan doen. Niet dit doen. Hé, hey, eindelijk heb ik een nieuwe bladzijde. Hey, hey. Het probleem is hiermee, als ik hier iets ga doen en ik ga dan weer enter doen, dan gaat dit ook weer naar beneden. Dus dit is een hele slechte methode. Hoe maak je wel een nieuwe bladzijde? Je gaat hier aan het begin staan. Je gaat uh, op invoegen. En dan lege pagina. Op, oké. En dan heb ik hier een lege pagina ingevoegd. Het kan ook nog sneller door hier in het begin te gaan staan en dan klik je op druk je op Ctrl Enter en dan schrijft alles een bladzij op en heb ik hier een lege pagina. Hè? En ik heb het eerder laten zien. Hier heb je een heel onder Start heb je een soort van heel speciaal knopje, kuutje. En daar laat ik zien. Hey, dit is pagina einde. Dus heb ik hier een pagina einde toegevoegd. Als ik hier Enter zou doen, dan blijft het hier allemaal bestaan, blijft staan op de goede plek en gaat het niet allemaal. Uh, kapot. En als ik hier dit doe, ja, dan gaat het wel de verkeerde kant op. Dus dat is een belangrijke functie van paginaeinden die je niet ziet, maar er wel is als jij het tenminste goed doet. Oké. Okay, nou, we hebben een bladzijde ingevoegd. Zet op deze bladzijde mijn smulmenu in een tekstvak van 15 centimeter breed. Invoegen, tekstvak. En hieronder tekstvak maken. Zie dus je onder tekstvak maken. En dan wordt je muis een kruisje. En doe ik links klik en sleep. En dan maak je hier een tekstvak. Tadaa. En altijd als je een afbeelding of een tekstvak in je Word bestand gooit. moet je dit fixen. Namelijk op dit knopje drukken. En dan zet je hem op voor tekst. En positie op pagina fixeren. Standaard staat hij hier. En dan duurt hij alles wat er op pagina staat. allemaal omhoog en omlaag. En dan wordt het gewoon chaos. Zet hem op voor tekst en positie op pagina fixeren. Heel erg belangrijk. Maar goed, ik heb hier een tekstvak en die moet 15 centimeter breed zijn. Als ik het tekstvak heb geselecteerd, zie ik ook een vormindeling. En dan zie ik ook hier bij vormindeling heb je helemaal aan deze kant de afmetingen van je tekstvak. Nou, dan klik ik hierop en dan typ ik gewoon letterlijk 15 in en druk ik op enter. En dan heb ik hier dus een tekstvak van 15 centimeter breed. En wat moet erin staan? Uh, mijn smulmenu. Nou, dan typ ik daar dus mijn smulmenu. En ik ga hem ook eventjes centreren. Dus onder start vind je links, midden en rechts en uitvullen. Maar ik ga hem even op centreren zetten. Zet die in het midden. Hé, hey, die M is een hoofdletter. Zo, een beetje inzoomen. Alright. Wat moest ik nog meer doen? Even kijken. Uh, um Maak de tekstvak mooi door kleurrand en andere effecten. En zet een leuk plaatje op de voorkant. Nou, dan kunnen we het tekstvak even gaan pimpen. En dat kan op meerdere manieren. Je kan namelijk de tekst pimpen en die een uh, mooi kleurtje geven. Een andere lettertype of zo. Maak deze een beetje groter. Maar het tekstvak zelf kun je natuurlijk ook uh, pimpen. Die is nu een beetje groot. Ik heb hier een tekstvak, kan hem een klein beetje draaien. En als ik het tekstvak heb geselecteerd, dames en heren, dan ga ik hier naar vormindeling. En dan heb je hier ongelooflijk veel dingen die je kan gebruiken om er een mooi tekstvak van te maken. Je hebt hier bijvoorbeeld vorm bewerken, vorm wijzigen. En dan kan je er bijvoorbeeld ook een, een hartje van maken. Tada, En dan is het opeens een hartje. Oh, skater. Hier heb je vorm opvulling en opvulling betekent eigenlijk gewoon de kleur. En ik kan hier bijvoorbeeld ook kiezen voor kleurovergang. Dan heb ik hier meer op, uh, kleurovergang opties en opvulling met kleurovergang. Nou, en hier vind je dan een soort van slider met twee uh, markers en die kan je dan uh, kiezen van. Nou, als ik deze marker heb geselecteerd, dan kan ik hier bijvoorbeeld uh, maak ik dit een beetje blauw, doe ik dit een beetje hier. Deze een beetje hier. Nou, best geinig toch? Waarom niet? En dan heb ik hier vorm, dus onder vormindeling weer vorm contour. En dan kan je hier, contour is eigenlijk een fancy woord voor uh, ge, uh, uh, rand. Zo, daar moest ik even over nadenken. Uh, rand. En dan kan ik bijvoorbeeld hier ook weer een beetje blauw kiezen. En dan doe ik hier, uh, maak ik hem wat dikker. En vorm contour, nou, geschetst werkt niet echt blijkbaar. Hm. Als ik een vorm heb gewijzigd, ik kan ook. Streepjes van maken. Nou, um, maak er iets moois van. En nu heb je dus een hele fancy um, tekstvak gemaakt met titel: Mijn smulmenu. Alright, wat gaan we nog meer doen? Oh, een leuk plaatje op de voorkant. Waarom niet? Een leuk plaatje op de voorkant. Heb ik die? Ja, die, heb ik, die kan ik gewoon klik en sleep Vanuit verkennen gooi ik die erin. En elke keer als je plaatjes erin gooit, zorg er dus voor dat die dus via dit knopje voor tekst positie op pagina fixeren staat en daarmee kan ik hem neerzetten waar ik die maar wil hebben en trouwens wat je ook opvalt dit is niet een heel lekker ijsje het is een ijsje met mayonaise en bitterballen gemaakt door adobe firefly ai hoe dan ook ik vond het gewoon geinig en wat je ook ziet is dat die achtergrond van dit plaatje het is wel een kader maar het is transparant oftewel doorzichtig kijk vooral de, de video over afbeelding in Word als je daarover meer wilt weten. Ik uh, doe even. nee, dus ik wil geen, vind het mooi als hij er zo voor staat. Heb ik nu een plaatje gegooid op de eerste bladzij. Dan zet titel 2 zoet in een tekstvak van 5 cm breed. Titel 3 hartig in een tekstvak van 5 cm breed. Maak de tekstvakken mooier door kleur en rand en andere effecten. Dus zoet uh, moet eigenlijk weg. En ik wil dat dus ook in een tekstvak hebben. Wat ik kan doen is ik kan eventjes dit tekstvak hergebruiken. Als ik dit tekstvak zo heb geselecteerd en ik hou Ctrl ingedrukt, dames en heren, dan kan ik hier klikken en sleep. Tada! Heb ik hier gewoon gedupliceerd. hoef ik geen eens te kopiëren en te plakken. En het gaat dus super snel. Nou, dan maak ik hier uh, zoet, zoet van. En ik maak hem even wat, uh, wat kleiner. Zo. En ik ga natuurlijk aan de slag om. Eens even kijken. Kan ik hier dit even naar beneden? Zo. Doe ik dit even naar beneden? Doe ik hier zoet? En zet ik even hier neer. Nou, we moeten natuurlijk nog een beetje aan de gang met de kleuren. Want dit is natuurlijk precies hetzelfde. Zo, een beetje prutsen met uh, andere kleurtjes. Net als net. En dan heb ik dus er uh, een andere van gemaakt. Hartstikke toppie. Even kijken. Wat moeten we nog meer doen? Titel 3: Hartig in het tekstvakken ook. Van 5 cm breed. Oh ja, is die wel 5 cm breed? Even kijken. Vormindeling. H, ah, nee, hij is 7,73. En als ik op 5 druk, dan uh, zie ik dat het zoet er niet meer in past. Dan maak ik de tekst een klein beetje klein. Zo, en nu is mijn tekstvak dus wel degelijk 5 cm breed. En uh, voldoet hij aan de voorwaarden. Ik ga hier eventjes de cursor neerzetten. Druk op enter. En dan ga ik weer naar boven en druk op backspace. En op die manier kan ik dit rijtje even naar beneden doen. Pak ik dit tekstvak. Selecteer ik die? Hou ik Ctrl ingedrukt, klik en sleep. Dan zet ik deze dus eventjes hier neer. En dan uh, ga ik weer aan de knutsel om er even een andere kleurtje uh, van te maken. Dus deze groene maak ik bijvoorbeeld even paars. En deze maak ik bijvoorbeeld eventjes. Uh, maak dat wel licht groen. Zo. En dan heb ik dus een ander kleurtje tekstvak. En dan noem ik dat Hartig. Nou, Hartig past er net niet helemaal in. Dus maak die ietsje kleiner. Zo is het tekstvak nog steeds 5 cm breed. Vormindeling. Even kijken. Hierboven naar de afmetingen. Ja, 5 cm breed. En deze hartig kan weg. En het tekstvak een klein beetje naar boven. Nou, hartstikke leuk. Even kijken, hebben we dan alles gedaan? Gaan we eens op zoek naar afbeeldingen. Zoek een afbeelding met elk zoetproduct en elke snack. Zet deze in je smulmenu. En zorg ervoor dat de rijtjes netjes blijven. Nou, dat gaan we dus maar eens even. Fixen. Een hele snelle manier is natuurlijk Google afbeeldingen. En dan heb ik hier uh, bijvoorbeeld uh, pff, koekjes en dan heb ik hier koekjes en dan wil ik dit heel snel in Word krijgen. En dat is ook een hele handige trucje voor. Natuurlijk kan je kopiëren en plakken, maar dit is eigenlijk nog makkelijker: Windows, Shift en S. Als je die drie intypt, dan krijg je hier een uh, soort kader, kan je dan over je Scherm heen trekken, en dan ga ik weer terug naar Word en dan doe ik hier Ctrl V, tada, en dan staat hij erin. En net zoals bij wat ik al vaak, wat ik elke keer zeg als je iets, een plaatje of een tekst van invoegt in Word, zet hem voor tekst, positie op pagina, fixeren, tada, en dan heb ik dus een afbeelding van koekjes erin. En die wil ik natuurlijk uh, onder die koekjes hebben, maar hier wil ik geen opzomming steken, dus dan haal ik die eventjes weg en dan creëer ik een beetje ruimte. Zo, en dan doe ik hier weer even delete. En dan kunnen we eens even kijken naar slagroomtaart. Of we dat ook zo kunnen fikken. Fixen, slagroomtaart. Even kijken. Dan heb ik hier een plaatje van een slagroomtaart, Windows Shift S. En dan links klik en sleep. En dan ga ik terug naar Word. En dan ga ik daar even achter staan. Ga ik je ruimte. En dan zet ik hem hier weer voor tekst positie op pagina fixeren. En dan heb ik hier een plaatje van een slagroomtaart. Nou, die plaatjes kun je natuurlijk allemaal weer verder pimpen. Wat ik eigenlijk altijd wel mooi vind om te doen, is hier klik hierop. Ga ik naar afbeeldingsindeling. Ga ik hier naar bijsnijden. En dan bijsnijden naar vorm. En dan kan ik hier bijvoorbeeld kiezen voor zo'n uh, rondje. Of nou, afgeronde hoeken moet ik eigenlijk zeggen. Bijsnijden, bijsnijden naar vorm. En dan ziet het er wat minder... Rechthoekig uit en is het gewoon wat vriendelijker. En op die manier kan je dus plaatjes erin zetten bij elk uh, item. En die afbeeldingen mag je lekker zelf allemaal gaan doen. Even kijken wat moeten we nog meer doen. Opslaan, uh, sla je opdracht 3 menu versie 2 op als Word bestand. Dat hebben we eigenlijk net al gedaan. Maar ook als PDF. Kijk, ook vooral het filmpje over opslaan als PDF. Als je daar meer over wil weten. Maar in het kort, um, als ik dit bijvoorbeeld naar iemand anders stuur, dan kan het zijn dat de opmaak helemaal uh, verkeerd is en dat hij niet. Uh, het ziet zoals jij het nu op het jouw laptopscherm ziet. En daarom ga je hem ook opslaan als een ander bestandsformaat. Dat noem je een pdf. En daarin zit alles als het ware vastgebakken. En dan kan je er niks meer aan veranderen. En dan weet je zeker dat degene aan wie je de opdracht geeft. Bijvoorbeeld je docent dat ook zo ziet. Oké, okay. bestand. Ga je naar kopie opslaan. Ga je naar dezelfde plek als waar je je, je Word bestand hebt uh, neergezet. In die staat hij ook al opdracht 3, smulmenu versie 2. Maar in plaats van docx... Kies ik hier voor PDF, staat voor Portable Document Format, maar maakt niet zoveel uit. Dan klik je op en druk je op opslaan. En dan denk je: Oh, er is niet zoveel gebeurd, maar toch wel degelijk. Hij is nu daar opgeslagen. En ik heb hem hier. En dan open ik hem eventjes in mijn browser. Want in browser kun je dus PDF's opslaan. Zie dus je, die kun je dus niks aan veranderen. De opmaak zit erin gebakken. En dan: Het opent ook veel sneller. En dan hoef je, je docent minder lang te wachten. En dan wordt hij blij en dan krijg je een hoger cijfer. Dus um, even kijken naar de checklist. Papier 3k4 staan. Uh, titel 1 heb ik het over gehad. We hebben een tekstvak van precies 15 centimeter breed. Er zit een afbeelding op, zelfs met een transparante achtergrond, oftewel doorzichtig. Bladzijde 2 heeft een eigen tekstvak van 5 centimeter breed. En ja, nog niet alle. Afbeeldingen staan erin, dat mag je lekker zelf doen. En hetzelfde geldt voor bladzijde 3. Er moeten ook nog afbeeldingen bij, maar voor de rest klopt het allemaal. Met extra, maak er gewoon iets extra super vets van, bijvoorbeeld uh, dit of zo. Met uh, overal dus uh, afbeeldingen die ook nog eens een keer een transparante achtergrond hebben. Lekker over het bladzijde verspreid. Nou, eigenlijk vond ik de vorige tekstzak die ik in de video hiervoor heb gemaakt. Eigenlijk gewoon nog, uh, nog mooier dan, uh, dan het echte voorbeeld. Nou ja, hoe dan ook. Zorg ervoor dat je alles goed checkt voordat je hem inlevert als pdf. <laughs> Let erop. En dan is opdracht 3, pimp je smulmenu klaar.